Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En we hebben ook een mooi moment. We hebben positief nieuws. Want het college van BMW heeft van de week besloten om historische panden op het NRE-terrein en op het Campina-terrein om die op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. En op zo'n manier blijft het industrieel erfgoed bewaard en behouden en dat is een goede zaak. Maar Eindhoven is er dus ontstaan zo rond de middeleeuwen als stad. En het is natuurlijk wel ouder, daar waren je natuurlijk ook voor die stadsrecht ook al aanwezig. En waar was er ook bebouwing. Maar die middeleeuwen, die is nog wel zichtbaar en beleefbaar zo hier en daar in de stad. En daar kun je ook in het erfgoedhuis verschillende dingen van zien. Eindhoven staat natuurlijk ook bekend om zijn industriële verleden, natuurlijk met Eindhoven, met Philips en DAF bijvoorbeeld. En het is goed dat we daar gewoon heel veel aandacht aan besteden. Nou, en dan kom ik hier bij het NRE-terrein. 10 jaar geleden zijn hier de laatste gebruikers vertrokken. En toen zag het er, heb ik begrepen, miserabel uit. Erg veel verpaupering. Want ik zag net ook hoe een pand helemaal van scratch moet worden opgebouwd weer. Het dak was weg en er was een brand gesticht, et cetera. Dus toen zag het er niet uit. De gemeente Eindhoven heeft het initiatief getrokken om een nieuwe ontwikkeling hier te gaan beginnen. En wat heel mooi is, dat de gemeente ook gebruikers aan de voorkant heeft gezocht. Hè, zodat je samen met de gebruikers dit hele terrein opnieuw kunt ontwikkelen. En met onder begeleiding van de gemeente, dus intensief wordt dat naar gekeken. De panden krijgen een nieuwe functie, er wordt getransformeerd. En de lege plekken die worden opnieuw opgevuld met nieuwe functies. En wat ik heel erg bijzonder vind, want ik ben niet alleen wethouder voor erfgoed, maar ook voor klimaat, energie en voor groen en water, is dat het thema hier is nieuwe energie. Dus er wordt hier heel veel aandacht besteed aan vergroening en aan verduurzaming. En dan gaat mijn groen hartje natuurlijk veel sneller kloppen.